Wie heeft zin om 110 kilometer te wandelen? Binnen 24 uur. Weet ik nog niet. We gaan lopen en we zien wel maar weinig. Maar een beetje getraind ook. Te weinig. Nee? Te weinig. Ik loop je op stroopwafels? Oh, weinig stroopwafels. Weet je niet. Na 50 kilometer, dan begint het. Wat dan? Ja, dat is een bepaalde adrenaline die je krijgt. Ik heb het ooit één keer gedaan en ik vind het wel goed. Hoe was het? Zwaar. Heb je er zin in? Jazeker. Echt? Absoluut. Ja, we zijn helemaal klaar voor. Some people in a lifetime. En om het startpunt luister bij te zetten, is de winnares van de Voice Kids ingevlogen. Dank u wel. Zijn wij natuurlijk altijd benieuwd wat de buren ervan vinden. Ik vind het prachtig. Ja, vindt u het prachtig? Ja, natuurlijk. Ik vind het schitterend. 110 kilometer is een beetje gekkigheid, of niet? Ja, is leuk. Ja, dan ben je een dagje weg, hè? Ja. Dan ben je wel een dag van de straat. Ja, dat is ook. Hoe lang moet je bijkomen daarna? Bijkomen? Misschien is ze nog niet bijgekomen van de vorige keer. En loopt ze in een roes voor de tweede keer. De eerste stop is bij de visafslag. Daar liggen de broodjes klaar. En het Rode Kruis ligt er ook te wachten. Je hebt een lekkere tempo in, hè? Ja, prima. Hoe gaat ie? Prima. Hartstikke mooi. Hoeveel kilometer heb je erop zitten? 14. 14? Ja. En? Oh, ik ben warm. Nu. Ja, lekker. Wat loop je snel, regenbuitje. Ik moet er echt bij rennen. En dat 110 kilometer lang. Ja. Probeer. De paden op de lanen af. We gaan naar de Weidse Zee. Nou, we zien geen stroopwafels volgens mij. Nee, nou, dan doen we een broodje kaas. Oh ja? Je bent flexibel. Goed. Ja, heel makkelijk. En kan jij nog pap zeggen? Terwijl de avond invalt, barst de hemel open. Ze bikkelen de ganse nacht door. Oh, we gaan gewoon door. Ja, er wordt in de verte wild met een pootje afgezwaaid. Als spoken in de regen. Bij het dorpje Goede Reden haken we af. Een goede reden om lekker naar bed te gaan. Vreselijk. Die mensen die alleen maar aan het wandelen zijn. We gaan morgen maar even kijken hoe het met ze is. De volgende ochtend, na 87 kilometer, is de stemming toch wel een klein beetje omgeslagen. Eens en nooit meer. Kom naar de eiland om gestraft te worden. Het is nog maar 20 kilometer. Maar dat is 4 uur lopen. Ja. En kut. Sommige mensen zweren bij teenslippers. Ik ook. Brazil. La 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 la. Brazil. Na zo'n nachtje wandelen is het heel moeilijk om nog te articuleren. We zijn echt, hoe heet dat eiland? Wat zeg je? Ik versta je nog helemaal niet meer. Hoe heet dat eiland? Dat eiland, het hele eiland, het heet Goree volgens mij. Oh ja, dat was het. Ik ben net uitgelegd dat om een echte kerel van Goree te worden, moet je een rondje gelopen hebben. Om 11 uur komen de eerste binnen. Hoe laat was je er? Half 12. Maar de meesten horen bij de achterblijvers. Kijk eens naar mijn tanden. Wat goede gasten in het buurt, daar waar ik van. En voor vertier is natuurlijk ook weer gezorgd. Dacht jij nou echt dat je daar nog echt mee kwam? Nou, kom... Ondertussen op Blaree over Flakkee. Gewoon pijnlijk, maar ik heb nu twee kleine blaadjes en dat is het probleem niet. Maar het is gewoon vermoeidheid, de warmte. Ja. En je vriendin, is die er ook nog? Nee, ze stopt vannacht. Die had heel veel pijn, was ook misselijk. Beter, maar 20 kilometer. Ja. Ga je het redden? Ja, weet ik niet, dat zien we wel. Ik ga mijn best doen. Wij zijn een beetje misselijk. We gaan naar huis. Dag, tot de volgende week.